Mijn naam is Willem de Winter. Ik ben beëdigd taxateur en eigenaar van een van de oudste kunsthandels van Nederland. Het kan zijn dat u mij herkent, want ik ben een van de experts van het programma Tussen Kunst en Kitsch. Een jaar geleden heeft de KLM mij gevraagd om een taxatie uit te voeren. Een taxatie van allerlei kunst die ze op dat moment in depot hadden staan. En als beëdigd taxateur is dat natuurlijk een prachtige klus. Dus ik ben daar in het depot van de KLM terechtgekomen, heb alles getaxeerd. Men wilde weten, staat hier kunst? Heeft op dit moment geen functie? Stel dat we het gaan verkopen, wat krijgen we ervoor? Die taxatie heeft geresulteerd in een opdracht om de kunst ook echt te gaan verkopen. En daarom zijn we hier in het museum Jan van der Tocht, waar uit het bezit van de KLM ongeveer 60 werken zijn die hier gepresenteerd worden. In een mooie museale context, allemaal werken die een prijskaartje hebben omdat de KLM besloten heeft om ze van de hand te doen. En om dat doel te bereiken, hebben ze mij gevraagd om die verkoop in gang te zetten. En u bent hier dagelijks aanwezig om mensen uitleg te geven? Ik ben hier zoveel mogelijk aanwezig om de bezoekers wegwijs te maken, om te vertellen wat er bijzonder aan is. Om ze informatie te geven en om natuurlijk uitleg te geven over de prijzen die we hier hanteren. Want die prijzen die houden verband met echt werkelijk realistische marktwaardes. Dus geen galerieprijzen of andere hoge prijzen die je zou kunnen bedenken. Nee, alle goederen die zijn gewaardeerd op een realistische marktwaarde. En is het wie het eerst komt, wie het eerst de keuze heeft? Het is geen veiling. Alle werken zijn te kopen. Ze dragen allemaal een prijskaartje. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ik kan het maar één keer verkopen. Er zijn inderdaad wel wat werken bij die ik misschien wel makkelijk 2, 3, 4 keer had kunnen verkopen. Maar ja, dat gaat niet. Eén keer komt er een verzamelaar die zegt, en nou is die van mij. En daarmee vissen alle anderen die belangstelling zouden kunnen hebben achter het net. En tot hoe lang is de tentoonstelling nog te bezichtigen en tot hoe lang kan men kopen? De tentoonstelling in Museum Jan van der Tocht is hier te zien tot en met zondag 26 februari aanstaande. Iedere dag is het museum geopend van 11 tot 5. Daarna houdt de tentoonstelling hier dus in het museum op, maar alle werken gaan daarna naar onze zaak toe in Haarlem. Wij zijn gevestigd in Haarlem. Alle werken die nog niet verkocht zijn, blijven onder onze hoede berusten en de opdracht tot verkoop blijft ook nog even duren. Dus als er nog belangstellenden zouden zijn na deze tentoonstelling, die kunnen bij ons met groot gemak in Haarlem terecht, want daar zullen alle werken vanaf die datum naartoe gaan. En welk gebied in Haarlem, welke straat? Onze kunsthandel is gevestigd. We zijn geen veilinghuis, we zijn echt een kunsthandel. En dus wij bemiddelen bij verkoop en we zijn gevestigd in Haarlem aan de baan nummer 41. Dat is aan de zuidkant van Haarlem, zeg maar ter hoogte van het provinciehuis. Dank u wel. Alsjeblieft. Hier naast mij hangt een grote foto van Thomas Struth, een hele beroemde Duitse fotograaf. Ik mag wel zeggen de belangrijkste fotograaf op dit moment op aarde. Deze grote foto stelt voor een stadsbeeld in Shanghai. KLM heeft deze foto gekocht in het jaar dat ze zijn gaan vliegen op Shanghai. Ik meen dat in 1997 was. Hij kost wel wat geld. De vraagprijs is €48.000. Dat is best veel. Maar als je dan nagaat dat er foto's van dezezelfde kunstenaar al op veilingen geveild zijn voor ver over de €100.000, dan komt dat toch in een iets ander perspectief te staan. Het is een hele beroemde man. Het is een internationale markt en misschien dat een verzamelaar voor dit werk niet in Nederland woont, maar ver buiten onze grenzen. Dit is internationaal belangrijke kunst. Het prijsniveau in de collectie is vrij groot, want het varieert van €300 tot bijna €50.000. We staan hier naast een werkje van Suzanne Drumme. Is verkocht, u ziet dat aan de rode stip. De prijs was €600 en een heel mooi werk. En ik denk dat de nieuwe eigenaar heel blij is dat hij dit heeft kunnen verwerven. Het is een werk op papier. In die collectie van de KLM zitten eigenlijk twee speerpunten.
De ene is werken op papier die ze gekocht hebben van jonge en veelbelovende kunstenaars. En het andere speerpunt is de fotografie, waar die Thomas Stoet een mooi voorbeeld van is. Af en toe kwam er in die collectie van de KLM ook een olieverfschilderij. Hier naast mij hangt een mooi olieverfwerk van Gerlof Taster. Een van oorsprong kunstenaar uit Limburg die naar Amsterdam getrokken is en daar furoren gemaakt heeft. Is oud geworden. Mooi werk heeft gewonnen op de directieafdeling gehangen van de KLM. De KLM is een bedrijf die net als heel veel andere bedrijven op een bepaald moment besloten heeft om kunst te kopen. Kunst om de kantoren, de burelen mee te verfraaien. Daarmee de mensen die daar werken een mooie werkomgeving te gunnen. Tevens natuurlijk ook in die kunst daar om over te praten. He, want ja, je kunt je afvragen, zo'n schilderij, is dat nou mooi, is dat nou lelijk, is dat interessant? Daar kun je over praten met elkaar en dat is leuk, want dat geeft daardoor een inspirerende omgeving. Heel veel andere bedrijven ook kunst verzamelen, precies met hetzelfde doel. Maar ja, we leven in een andere tijd. Kantoren worden steeds kleiner. We zijn flexplekken aan het creëren in kantoren. Bij die flexplekken horen geen wanden meer. Er zijn dus geen plekken meer om kunst op te hangen. Heel veel van de kunst uit het bezit van de KLM, wat ze over een lange periode van jaren verzameld hebben, is uiteindelijk in een depot terechtgekomen. En dat is jammer, want als het in depot staat, wat doe je er dan mee? Die vraag hebben ze zich natuurlijk nadrukkelijk gesteld en die heeft er ook toe geleid dat als je geen plaats meer voor hebt, dat je soms een keuze moet maken om het af te stoten, om daarmee ruimte te maken in je depot en misschien weer wat geld beschikbaar te hebben voor nieuwe aankopen. Ik denk ook dat de KLM af en toe, want ze hebben daar geen structureel beleid nu meer voor, maar af en toe natuurlijk nieuwe dingen gaat kopen die ze wel kunnen plaatsen. Af en toe zit er in die collectie van de KLM ook een beeld. En ik sta hiernaast een bronzen beeldje, gemaakt door de bekende beeldhouwer Kees Verkade. Het stelt voor prinses Juliana en prins Bernhard. Eigenlijk is het een model voor het grote beeld dat op dit moment voor Paleis Soestdijk staat. Het is een beeldje wat wel in een oplage gegoten is, oplage 8 stuks, dus nummer 6. En ja, zo zie je maar, af en toe heeft Verkade dus een opdracht gekregen. Een aantrekkelijk beeldje, dat wel. Je moet je afvragen of dit het mooiste beeld is wat Verkade gemaakt heeft. Daar zullen de meningen wel over verschillen, denk ik. Maar wel interessant. En vorige week kwam er een verzamelaar uit Amsterdam en die vond het zo de moeite waard dat hij het gekocht heeft. Het komt nu weer in particuliere handen. En het is leuk om te weten dat mensen die dat kopen dat weer gaan koesteren. En zo hoort het ook.